Dag iedereen, wij zitten hier vandaag met Maxime Ossier, de Head of Systems van Gymshark. Dus dit is de Dear Digital podcast. Wij gaan een keer iets nieuws doen. Het is ook de eerste keer dat jullie mij horen. Ik ben Sam Rieder van Dear Digital, die ja, bezig is vooral met de systems, dus met het ietsje technischere stuk binnen Dear Digital. En wij gaan nu een keer een misschien tamelijk geeky gesprekken hebben over eigenlijk alles wat in de backend gebeurt binnen e-commerce. En we hebben daarvoor niemand minder dan Maxime uitgenodigd, die Head of Systems is bij Gymshark. Een heel groot bedrijf die jullie waarschijnlijk wel kennen van de UK. Ik zal even een keer een korte intro geven waarover dat we gaan proberen te praten, zodat het een beetje duidelijk is voor de luisteraars waarop dat we zouden willen inzoomen. Het is natuurlijk eerst en vooral heel leuk om een keer te weten wie dat Maxime effectief is, wat zijn story is geweest, hoe dat hij bij Gymshark is terechtgekomen. Dus dat is het eerste puntje dat we een keer gaan tackelen. En dan ten tweede zou ik graag gewoon een keer algemeen uitzoomen over op wat dat Gymshark eigenlijk is, wat dat zij doen, wat dat hun verhaal is geweest, hoe dat zij zijn gegroeid, etc. En dan gaan we, nadat we die twee puntjes besproken hebben, inzoomen op het technisch gedeelte waar dat Maxime verantwoordelijk voor is. Om een keer te kijken hoe dan een brand die van nul begonnen is een aantal jaar geleden en nu gigantisch groot is geworden, wat dat ze eigenlijk allemaal van zaken hebben geïmplementeerd om die workflow zo makkelijk of zo goed mogelijk te laten verlopen om al die orders effectief naar de mensen te krijgen. Dus dat is een beetje denk ik de scope van de podcast van vandaag. Ik zou zeggen, geniet ervan. Als jullie vragen hebben, mag je mij altijd contacteren. Dat is op sam@deardigital.be. Dus altijd tof om eventueel nog een opvolgend vraagje te stellen. We kunnen daar dan ook op ingaan per e-mail of wie weet een tweede podcast. We zien wel hoe interessant dat is. Dus laten we erin duiken. Welkom Maxime, bedankt om hier te zijn. We zitten hier op het nieuwe kantoor van Dear Digital. Het is de eerste keer dat we een podcast opnemen. Alle twee denk ik als host en Maxime als guest. Dus welkom Maxime, vertel ons eerst een keer een beetje over jezelf. Van waar je komt, wat je gestudeerd hebt, wat je verhaal is in jouw professionele carrière. Zodat we u een beetje leren kennen. Super, nee. Goedemiddag Sam. Zalig dat ik er mag bij zijn vandaag. Mijn verhaal. Ik denk dat ik moet beginnen een zevental jaar geleden. Ik ben afgestudeerd in Gent als handelsingenieur. Ik denk 2014 was het. Ik had toen al eigenlijk een klein e-commerce bedrijfje dat ik met twee vrienden heb opgericht. Tijdens de studie? Tijdens onze studies, in 2013. Een beetje uit verveling, omdat we iets wouden doen. Dus dan zijn we begonnen met een bedrijfje dat Skilly noemt. We verhuurden skikledij voor initieel voor kinderen en later ook voor volwassenen. Veel mensen zullen dat denk ik wel kennen. Nee, dat is een beetje een naam die wel is blijven hangen. Ik hoop het. KBC Started al dat soort dingen. In het Gent was het zeker wel iets van gekendheid. Ja. Alleszins, afgestudeerd. Ik was toen opeens ondernemer in hoofdberoep. Daar komen heel veel belastingen bij kijken. Dus ik dacht van, ik moet toch iets gaan beginnen verdienen. Dus ik ben... Ik ben eigenlijk naar Synergie gestapt, een interim kantoor. En daar hebben ze mij een traineeship aangeboden bij Blackman. Een management traineeship, om eigenlijk heel veel ervaring te gaan opdoen in logistiek bedrijf Blackman. Over al hun logistieke processen. Ja. Ik ben daar dan gestart in 2015. Was dat een sector waar de interesse in had op voorhand? Was dat zoiets van, ik heb dat gezien bij mijn e-commerce bedrijf, dat wel belangrijk is, dus ik wil daar eventueel op inzoomen? Het was een strategische keuze, want ik was toen destijds verantwoordelijk voor de operations, dus het logistieke, zorgen dat de pakketjes werden klaargemaakt, dat we die bij de klanten kregen, het voorraadbeheer en dergelijke. Dus ik dacht van, kijk, laat mij daar bij een grote speler gaan leren en dan kan ik dat toepassen bij ons eigen bedrijf Skilly. Daar gestart, direct in Desteldonk was dat, in de Gentse haven. Direct voor een hele grote speler in de fashion-industrie moeten beginnen werken, Superdry. Die de meesten wel zullen kennen. Inderdaad. Later ook klanten zoals Zep, de fanshop van FCB en Anderlecht ook opgezet. En eigenlijk heel veel bijgeleerd over het operationele. Ik heb dat dan een jaar gedaan en ik vond dat allemaal wel wijs, dat interesseerde mij, maar ik kreeg een uitdaging om in IT eigenlijk projectmanager te gaan doen, te worden en eigenlijk het onboarden van nieuwe klanten, het hele technische plaatje van die, van die onboarding. Binnen Blackman, een andere job, zo zeg je. Ja. Het was ook een traineeship waar ik gestart was, dus dat was sowieso de bedoeling om dan ergens
Dus in IT gerold, en voor mij was dat een heel nieuwe wereld. Ik heb wel wat IT-vakken gehad op Genève, maar goed, buiten wat Java development was het ook niet meer dan dat. Ik denk dat wij daar een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Ik ben er ook zo ingerold, ook door een start-up van lang geleden. Ik heb ook totaal geen IT gestudeerd. Ik denk dat op dat vlak eigenlijk, het is misschien grappig, wanneer je gesprek over dat soort dingen, maar we zijn eigenlijk al twee een beetje outsiders. Ja, eigenlijk wel. En het grappige is, bij Skilly hadden we een IT'er, Max. En die lacht nog steeds met mij dat ik een job in IT heb. En het nog altijd goed doe. Want ja, ik heb hem verschillende keren gevraagd om mij te helpen met de meest banale IT-problemen. Dus goed, ja, kijk. Ik ben dan in de IT terechtgekomen. Ik heb dat dan 2 jaar gedaan. Dat was eigenlijk voornamelijk nieuwe klanten onboarden. Ja. Dus daar kwam ik wel direct in aanmerking mee. Grote e-commerce brands. Nog even uitzoomen. Blackman, wat doen die precies? Die hebben, dat is een third-party logistics. Ja, dat is een 3PL. Dat is een 3PL, zoals we zeggen. Third-party logistics. Zij hebben eigenlijk verschillende gigantische magazijnen waarin dat zij voor klanten, en zij zijn gespecialiseerd in de fashion en lifestyle industrie. Ja. Dat zij eigenlijk alles wat logistiek op zich nemen. Okay. Van de freight forwarding, tot de warehousing, tot de distribution, tot de final mile. Mm-hmm. Zij zorgen dat het pakketje eigenlijk geleverd wordt aan de klant. Ja. Nu, wat komt er dan bij kijken, is vaak de klant, laten we nu zeggen Gymshark, krijgt een order binnen op de website, dan ga je eventueel naar het ERP-systeem. Dat order, dat pick-order, moet eigenlijk naar het magazijn worden gestuurd, zodat die mensen dat kunnen binnen pikken, pakken en uiteindelijk ook verzenden. Mm-hmm. Het is die integratie die heel vaak binnen zo'n project aan bod komt. Dus het opzetten van een integratie tussen het ERP-systeem van de klant en het WMS-systeem van Blackman, wat dat JDA is voor de mensen die daar iets van kennen. Dus dat heb ik dan 2 jaar gedaan. Ik heb via dat kanaal dan uiteindelijk ook mijn eerste contact gelegd met Gymshark. Mm-hmm. Gymshark kwam samen met Blackman om een partnership te starten in 2017. Met het oog op het volledige outsourcen van de logistiek van Gymshark om Blackman te laten doen. En dat was initieel enkel in de UK. Dat was in Swindon, waar dat Blackman dan ook een nieuw magazijn heeft opgezet. Gymshark volledig heeft opgezet als klant, die integratie is in de maanden daarvoor ook opgezet. En dan zijn we eigenlijk van start gegaan, Blackman Gymshark, in augustus 2017 was. Ja. Toen was dat nog allemaal vanuit België, is dat omdat Blackman hier zit, als headquarters? Blackman is eigenlijk binnen de Benelux een van de grootste spelers op vlak van logistiek voor fashion en lifestyle. Ja. Ik denk zelf binnen Europa zijn er niet zoveel die zo sterk zijn. Heb je Catunatie, maar Catunatie is uiteindelijk, die doen alles. Van chemische materialen tot grondstoffen tot fashion en zo. Niet zo'n niche. Niet zo'n niche, en dat is Blackman wel. Ze zijn puur gefocust op die fashion en lifestyle. Dus via is Gymshark bij ons terechtgekomen. Dat was ook via een consultant. Ja. En zo zijn ze dus bij ons volledig on board. Ik heb daar dan ook die... een aantal personen leren kennen bij Gymshark, waaronder dus de CTO, de operations director. Zeer goede band mee opgebouwd. En uiteindelijk na een jaar samenwerken, ik als plekman zijnde zijn bij Gymshark, hebben ze mijn job aangeboden als head of systems. Om eigenlijk, dat wist ik toen nog niet, maar een beetje het boeltje dat hun ERP toen was te komen op te lossen. Ja. En dan ben ik daar gestart in oktober 2018. Hoe was dat eigenlijk? Allee, heb jij daar zo'n beetje hints voor gegeven omdat je hun een leuke klant vond en leuke mensen vond? Of zijn ze echt gewoon out of the blue in één keer bij je terechtgekomen en zeiden ze van Maxime, we like you, please get a job at Gymshark? Of was dat zo'n beetje van u uit wel van, ik zou misschien naar de brands willen gaan eerder dan bij Blackman te blijven? Nu, er is zeker wel geflirt geweest in dat jaar. En dat is begonnen met Gymshark die zei dat ze wel iemand konden gebruiken zoals mij, nog helemaal in het begin van het project. Maar toen was dat voor mij niet echt aan de orde. Ik had natuurlijk een vriendin in België. Ik zag me niet direct verhuizen. Ik had mijn vrienden, mijn hobby's. Door toeval heb ik dan in dat jaar een nieuwe vriendin leren kennen die in Londen woonde, dus die in Engeland zat. Amai. En vandaar was opeens, als ze het mij opnieuw vroegen, was dat opeens een andere keuze. Was dat een iets gemakkelijker keuze om te maken. Dacht ik van weet je waarom niet? Yeah, let's try. En dan heb ik de sprong gewaagd, Zot, amai. Supercool. En dus, dat was wanneer? 2018 ben ik officieel gestart, ja.
En dat was een leuke bende waar hij mee in contact kwam bij Gymshark. Dat waren jonge gasten, denk ik dan, achtig. Ja, en dat was altijd het verbazingwekkende aan heel dat verhaal van Gymshark. Dat is een bedrijf dat op korte termijn miljoenen is beginnen genereren. Ja. En dat werd gerund door een bende 25 tot 28-jarige mensen. En ja, de gemiddelde leeftijd is altijd jonger geweest dan ik zelf ben. Tot voor kort. Ja, waarschijnlijk niet. Dus een beetje, mensen die 28 jaar gemiddeld zijn, heel leuke mensen. En dat is eigenlijk de sterkte van dat bedrijf. Die cultuur is fantastisch. Ja. Maar wel straf inderdaad, hè. Als je daar niet even bij stilstaat, dat zo'n jonge bende zoiets kan op poot zetten. Ja. Hey, want het gaat niet enkel om de brand of om de lifestyle. Het gaat inderdaad, je moet het kunnen gedaan krijgen. Hè. Het moet geproduceerd worden, het moet gedesigned worden, het moet bij de mensen gekregen worden. Klopt. En er zitten een aantal heel straffe personen bij Gymshark die ook zijn doorgegroeid van een heel laag niveau tot nu board level, die chiefs zijn. Mooi. Gymshark is, die een enorm mooie carrière al achter de rug hebben en die nog steeds misschien net 30 geworden zijn. Dus er zitten... En is dat geluk? Is dat door als ze zo gevormd zijn? Dat weet ik niet, maar het waren de juiste mensen op de juiste plaats. We zullen misschien straks daar nog een beetje over inzoomen, hè? Maar nu het is het perfecte moment om een keer over Gymshark zelf te praten. Dus wat is Gymshark in het algemeen, vind jij? Wanneer zijn ze begonnen? En wie misschien heeft het begonnen? Ja. Met welk teampje? Dat is wel heel leuk om uit te doen. Dus voor de mensen die het niet kennen, het is in 2012 opgericht door de toen 19 jaar oude Ben Francis. Ben was toen eigenlijk juist begonnen aan zijn studies aan Aston University, dus dat is in Birmingham. En hij deed dan ook on the side een job als pizzacourier bij Pizza Hut. Schitterend. Vrije fitnesser, vrij into de lifting scene, ging heel vaak fitnessen. En stoorde zich aan het feit dat hij geen kledij vond die... Hij vond dat hij wou dragen in de fitness. Okay. En dat waren dan vooral zo t-shirts die wat langer waren, niet zo van die korte t-shirts, maar echt die zo wel iets langer waren. En zij dacht van, weet je, laat mij dat gewoon een keer zelf vanuit China zo'n hoop t-shirts overkopen. Ik stik daar een label in, ik print daar een logo op. Geniaal. En vandaar de eerste Gymshark t-shirts zijn toen effectief ook gemaakt en in een mum van tijd verkocht. Nu, was het van eerste keer online? Allee, of weet je dat niet? Of was dat zo van out of his trunk, bij zo'n spreken? Nee, dat was effectief online. Daar was ook een website voor. Ik weet niet welke website, op welk platform dat gehost was, maar ze hadden een website. Ik spreek over Ben, maar hij had een co-founder, Louis. Ik ben zijn achternaam vergeten. Ja. Dus met twee zijn ze dan start. Ja. En eigenlijk op het juiste moment een e-commerce bedrijfje willen starten, want ze waren... Allebei eigenlijk heel sterk in influencer marketing, dus alles via Instagram. Instagram was ook aan het opkomen. Oh, dus via dat kanaal had Ben al veel volgers, is hij eigenlijk zo eigenlijk zijn product een beetje gaan pushen. Dat ging dan wel goed. Maar de eerste echt grote klik, waarin dan Ben dan ook beseft van oké, dit is echt iets wat ik voor moet gaan, dat hij ook besloten heeft om zijn studies te stoppen en zijn carrière bij Pizza Hut. Ja, waarschijnlijk. Is body powder, ik denk dat 2013 was, waarin, dat is een algemene expo in Birmingham, waar de alle grote fitnessmerken, bodybuildingmerken, supplementen, alles wordt daar zowel wat tentoongesteld. En Gymshark had daar toen een standje, ze waren een jaar wat of zo, ze hadden wel wat klanten, wel wat orders, ze waren mijn team van hooguit 10 mensen. En opeens... Dus ondervonden ze dat er dat bijna heel die expo daar was om hun te komen bezien. Ja, dus dat bijna alle standjes wel wat volk hadden, maar ze hadden een gigantische rij. Ja. Voor die t-shirts was dat? Voor die kledij. Misschien ook voor alle andere producten. En ze hebben daar toen ook alles uitverkocht in een mum van tijd. En toen is eigenlijk besef gekomen, oké, we hebben iets. Dat is echt de product market fit, right there, out of the books gewoon. Voilà, dus er moeten nog mensen zijn gedacht van, weet je, die t-shirts die je kunt kopen bij andere merken, het is niet wat we willen, de fitness. Mooi. Dus vandaar, en dan is het eigenlijk, kunnen we wel wat fast forwarden. Denk jaar op jaar zijn de groeicijfers altijd triple digits geweest. Meer dan verdubbelen in het begin, tot dan...
beginnen verdubbelen en nu is, ja, groeien we 50% per jaar. Ja. Wat dan altijd waanzinnig is. Ik denk dat er heel veel... Zeker op die schaal. Allee, ja. Dat is ongezien. Ja. Ja. Nu, en om het, in, om het misschien in cijfers uit te drukken, ja, 2012 opgericht, dus nu nog geen 10 jaar, dus 9 jaar. Hebben we vorig jaar, dus ons 8e, of ons 9e boekjaar, hebben we $450 miljoen omzet gedraaid. Dus wel stevig voor een start-up. En zeker als ik het dan extreem bleef vergelijken met mijn eigen start-upje Skilly, die een jaar later was gestart. En waarin dat we in de verste verte niet aan die nummers kwamen. Dus we zijn ook gestopt met Skilly ondertussen. Maar ja, dat is een waanzinnig verhaal. En dat is ook de reden waarom ik dacht, oké, op die trein moet ik springen. Dat op zo'n korte termijn eigenlijk, als je zo'n gigantische omzet kunt draaien, dat is echt gewoon exponentiële groei. Maar de mensen kunnen dat niet snel graspen, hè? Maar dat is wat dat is. Dus ja. Van 9 jaar naar 400 en zoveel miljoen dollar, als je dus gewoon maal 3 en maal 2 doet elk jaar, jaar op jaar. Het zal waarschijnlijk een van de snelst groeiende bedrijven geweest zijn in Europa, lang. Ik denk dat we 3 jaar op rij, denk ik 2016, 17, 18 of 17, 18, 19, dat we de prijs hebben gewonnen in de UK van fastest growing business of brand in de UK. Ja. En daar zijn een bepaald aantal criteria voor om wat te kunnen winnen. Je moet meer dan x aantal omzet draaien. Je moet meer dan x aantal werknemers hebben. Dus het is niet dat je zo... Ja, want het is procentuele groei. Hè. Het is niet dat je kunt zeggen van start-up die niets verdient naar iemand die €2000 verdient, dat dan meetaalt. Dus je moet echt wel wat gevestigd zijn. Zo. En dat 3 jaar op rij winnen is ongezien. Sick. Dus ja, dat bleef een van die succes... factoren die we toch... Ja. Maar om dat mee te maken, ja, dus was het. Is er een groot feestje gepland? Want volgend jaar 10 jaar dan, als het goed vertel. Is daar al iets... Daar is nog... Birmingham helpt zijn kop staan waarschijnlijk. Een van de grootste bedrijven. Ik hoop het. Ja. Ik vermoed zo wel. Wij doen meestal wel iets rond de verjaardag van Gymshark. Meestal is het dan een sale. We doen sowieso altijd een summer party ook. Ik denk dat het voor volgend jaar waarschijnlijk net iets specialer gaat zijn. Ja, het is zo. Wat is nu een van de best verkopende dingen op Gymshark? Allee, is er daar een lijn in te trekken? Allee, bedoel, wat doen ze nu vooral? Is ja, dus het is effectief gestart als een fitnessbrand voor mannelijke kledij. Opleken, ja. En dat is na een jaar of 2, 3 opeens geswitcht naar voornamelijk vrouwelijke artikelen. Want we hebben één... gigantische hit gehad met onze flex leggings. En dat is eigenlijk, ja, dat zijn leggings van iedereen draagt tegenwoordig in de fitness. Zo. Maakt niet uit welk merk. Zo wat meer stretch op die leggings die goed aansluiten. En dat was een gigantische hit. Zij zijn daarmee begonnen en, op die schaal? Wij kunnen dat wel claimen, dat was zo wat start is bij ons. De legging zelf niet, maar met die stof, denk ik wel. Dus dat was een gigantische hit. En dat was ons best verkopende product, jaar op jaar. Maar het is dan inderdaad meer en meer geëvolueerd naar een brand die voor de vrouwen... Wat het ook wel speciaal is, hè? Ja, ik bedoel, toch 70% vrouwen, 25% mannen en dan 5% accessoires. Ja. Dus dat was wel een shift. Wanneer is Gymshark in de US? Allee, om even nog geografisch een keer te kijken. Dus het is begonnen in de UK, even in de UK. Zijn ze dan direct naar de US gegaan of eerst Europa, mainland Europa dan? De exacte tijdslijn heb ik niet, want ik ben zelf pas gestart als al die zaken al terug waren. Ja. Wat ik weet is dat ze inderdaad dat de UK brand in het begin was, maar heel snel, en dat is, ik spreek over binnen de eerste maanden zijn de eerste orders al naar het buitenland gegaan. Ja. Het enige wat je nodig hebt is een partnership met een bepaalde carrier die wereldwijd levert, zoals DHL. Mm-hmm. En je bent er. Ja, het is zo. Dat is het voordeel met je e-commerce. Voilà, en je e-commerce, ja, je website, zolang dat ze van overal kunnen bestellen, kun jij ook al... En zeker als je Engelstalige brands opstart, is dat ook nog iets dat eventueel in alle landen kan aanslaan. Hè. Dus US en UK zijn eigenlijk hand in hand direct. Ja. Een stukje naar elkaar samengegroeid. En US is nog steeds onze grootste markt vandaag. Oké. Dus laten we dan een keer misschien iets meer in de geeky stuff duiken. Ten eerste, even om te zien, de platform waar dat Gymshark nu op draait, Shopify en NetSuite, dat zijn de twee grote brokken voor de mensen die dat
allemaal niet zo goed kennen. Shopify kennen jullie waarschijnlijk wel, zeker als je naar de Dear Digital podcast luistert. Het is een beetje raar zijn als je het niet kent, maar toch. Wise is eigenlijk een e-commerce platform, waar je eigenlijk gewoon heel makkelijk een website op kunt gaan maken en artikelen kunt gaan verkopen. Dus ze zijn gestart, wel of niet op Shopify, dat weet je misschien ook niet 100%, maar relatief snel wel naar Shopify overgeschakeld. Ik denk in 2016, want we hebben eerst op een voor mij onbekend platform gezeten, dan zijn we naar Magento gemigreerd, en daar wat problemen mee gehad, en dan uiteindelijk bij Shopify. Ja. En dan NetSuite, dat vergt misschien iets meer uitleg voor de mensen. Hoe dat we dat een beetje kunnen schetsen, maar we zullen dan natuurlijk gaandeweg nog allemaal addities aan toevoegen. Maar dat is eigenlijk een beetje, zodat ik het toch zie, correct me if I'm wrong, maar toch een beetje het kloppend hart van het bedrijf. Hè. Eigenlijk die e-commerce laag die erover ligt, hè, dat is wel dat de sales gebeuren, maar eigenlijk moet alles dan toch binnengetrokken worden in een systeem waar dat, de voorraad goed in zit, voorraadvoorspellingen kunnen gebeuren, alle financiën inzitten. Waar dat dus eigenlijk al die verschillende shopjes die er zijn om met de buitenwereld te communiceren, namelijk te verkopen, dat getrokken wordt naar NetSuite en daar wordt eigenlijk alles in gedaan. Dat is natuurlijk iets waar we nog veel over gaan praten, die integratie tussen die twee en wat er in het ene platform en in het andere platform gebeurt. Zijn er nog grote dingen die jullie gebruiken naast die integratoren? Bijvoorbeeld inderdaad, we hebben het daar net al even een keer over gehad, maar customer service, dat is waarschijnlijk ook nog een van de grote platformen dat jullie gebruiken. Zijn er zo nog daarnaast die dus echt van oké, dat is echt wat er heel veel mensen dagelijks gebruik van maken in general? Binnen onze supply chain heb je, zoals gezegd, Shopify, NetSuite en dan ons 2MS-systeem, wat op zich niet binnen ons domein valt, is outsourced. Ja. Zo grote systemen gaan we niet hebben binnen de supply chain. Er zijn uiteraard nog kleinere systemen die je moet toevoegen aan Shopify, bijvoorbeeld een Riskify die transacties controleert op eventuele creditcardfraude en zo. We hebben return platformen, zowel voor de Noord-Amerikaanse markt, Happy Returns, als de internationale markt, hebben we Rebound. Dat zijn op zich zeer goede platformen die de klant in staat stellen om, om een pakje te retourneren, een label te krijgen en dat terug te sturen. Dat zijn zowel de grote. We hebben uiteraard, ik denk dat we de oefening onlangs gedaan. We hebben meer dan 200 systemen binnen Gymshark die we gebruiken. Veel te veel. Maar het belangrijkste... Zoals je nooit gezegd hebt dat er zoveel zijn. Maar dan ben ik ook over de kleine marketing. Geen kleine marketing systeem, maar je hebt er zodanig veel. En, ja. Maar goed, de belangrijkste voor mij, of althans binnen mijn team, is voornamelijk gericht naar de supply chain. Ja. Shopify en NetSuite nemen dan, en voornamelijk NetSuite, nemen toch wel bijna 80% van onze workload. Oké. Hoe moet je mij dat voorstellen? Want systems in het algemeen vind ik iets dat mensen... meestal zijn dat niet zo grote teams binnen bedrijven, maar hebben eigenlijk wel hun tentakels, zeker als je over e-commerce spreekt, overal een beetje in. Hoe ziet uw team eruit? Momenteel is het een team van 15 man. Dus ik ben gestart 3 jaar geleden met 1 andere persoon in het team. Dat was toen voornamelijk fix NetSuite. Zo had je daarmee bezig, leren te kennen en maak het beter en beter. Mm-hmm. Nu, we hebben verschillende system administrators aangenomen de voorbije jaren. We hebben developers aangenomen, specifiek naar NetSuite ook gericht, om daarin de meest technische problemen ook te kunnen oplossen. Mm-hmm. Projectmanagers nu in het team ook. Het team is nu 15 man, waarvan dat toch... 10 van de 15 zijn dagdagelijks met NetSuite bezig. Okay. Hoeveel mensen van Gymshark zelf hebben jullie ongeveer dat op NetSuite zitten? Dus om een idee te krijgen van welke impact dat jullie eigenlijk hebben op het bedrijf. Hè? Want dat is eigenlijk, we hebben met Fully ook op NetSuite gewerkt. Iedereen werkte continu op NetSuite. Ja. Dus als je binnenkwam in ons bureau, alle schermen die open stonden waren NetSuite. Gelijk dat je daarnet zei, het klopt het hart van het bedrijf. Dat is echt niet overstated, vind ik persoonlijk. Nee, zeker niet. Ik zie het ook nog altijd zo. Ook al wordt, en ik kan daar straks nog wel verder over uitweiden. Maar de belangrijkheid van NetSuite binnen Gymshark is iets minder en minder aan het worden. Maar het is nog steeds het meest belangrijke systeem dat we hebben. En om er een aantal op te plakken, we hebben 650 user licenses en 200 employee center licenses, wat dan voornamelijk voor mensen die enkel expenses moeten raisen of een keer een purchase order moeten maken.
Maar we hebben dat lang verkeerd aangepakt. We hebben lang iedereen een user license gegeven. Die zijn ook veel duurder dan die employee center licenses. Ja. En dat zijn we nu proberen aan het, die mensen aan het overzetten. De mensen die enkel expenses moeten of een purchase order moeten maken, die hebben net niet nodig voor al hetgeen dat biedt. Ja. En ik denk, als we daarmee klaar gaan zijn, gaan we toch wel, denk ik, nog 300 man hebben die er op een andere manier mee moeten werken. Ja. Want het is, ja, ik heb het er juist niet gezegd, maar ons customer support team zit ook deels op NetSuite. Die hebben ook nog een ander systeem waar dat ze werken. Het is niet Zendesk, maar Natta. Mm-hmm. Maar ze gebruiken NetSuite dagelijks om ja, alles van ons order management te bekijken. Eventueel een refund te maken aan de klant. En dat team is vrij groot. Dat team is al 150 man op zich. Ja, kan me voorstellen. En dan heb je finance en tech. Dus ja, snel 300 mensen die het echt dagelijks moeten gebruiken. Ja, dus daar zie je wel gewoon dat je overal een beetje in zit in het bedrijf. Gewoon, ja. Waarschijnlijk krijg je dan ook heel veel aanvragen van overal die teams heen. Dus wat hebben jullie een soort van ticketing system intern? Dat was een beetje het gevaar. Allee, als ik ook weer terug naar mijn eigen kijk, iedereen staat altijd aan hun bureau. Ik heb daar een probleem mee. Dat gaat niet. Dat gaat traag. Dat werkt niet. Nu, wij hebben binnen het bedrijf en binnen de departementen die echt NetSuite gebruiken, zijn er eigenlijk 4 die we kunnen... Wat dat kan zeggen, want die moeten we speciaal veel aandacht geven. De rest gaat nodig hebben om een keer... Oh, ze hebben een klein probleempje, daar moeten we de meeste van onze tijd aan besteden. Maar dat is ons customer support team, onze operations team, ons product team, dus de mensen die echt onze producten maken. Mm-hmm. En ons finance team uiteraard. Okay. Met die teams hebben we wel zo'n relatie dat wij om de 2 weken wel samen zitten en al hun problemen overlopen en dat allemaal eigenlijk in Jira gaan samenvatten om dan in sprints... in die iteraties dingen te implementeren of dingen te fixen. Dus dat is wel, het is eigenlijk Jira. En dan vooral de rest van de business hebben we ook een ticketing systeem, Ask Spoke noemt dat. Dat is niet zo bekend, maar dat is voornamelijk omdat dat een integratie heeft met Slack, een hele bedrijf op Slack. Dus ja, het is dan message in Slack, converteert dat naar een ticket in Spoke en dan kan het vandaar worden verder gehandeld. Top. Maar ook een keer, sorry dat ik je onderbreek, maar om een keer de excitement van mijn kant te tonen. Ik denk dat Gymshark, want dat net ook gezegd, al ligt tegen elkaar. Maar zowel voor NetSuite als voor Shopify is dat eigenlijk een van de grootste bedrijven die op beide van die platformen zitten. Dus jullie zijn een van de grootste Shopify-klanten ter wereld. Klopt, ja. Ik denk top 3, ik vermoed de 3e grootste. En op NetSuite is het denk ik gelijkaardig 2e of 3e. Dat is fantastisch om te zien hoe dat we gegroeid zijn naar een klant die zo groot kan worden. Ja. Ergens toont het ook wel aan dat we misschien aan de limieten komen te zitten. Van wat als we dan effectief nog groter worden en misschien de size van de Nike of een Adidas. Naar waar moeten we dan gaan? En dan zal het misschien niet meer Shopify en NetSuite zijn. Maar voorlopig hebben wij kunnen groeien en kunnen schalen door die platform. Ja. Naar 464 miljoen. Dus allee, inderdaad, als er luisteraars tussen zitten die de bedoelingen hebben om naar 400 miljoen uit te schalen, kom gerust een keer bij ons. Wij kennen Shopify ook redelijk goed. Misschien niet zo goed als Maxime. Maar als je dat dus wilt, tot 400 miljoen kunnen we garanderen dat het eventueel kan. Dus let us know. Ik heb mijn e-mailadres al een keer gezegd in het begin. Stuur me maar een mailje. Dan. Een keer wat zaken over NetSuite en misschien Shopify zelf. Dus je hebt al gezegd, dus Shopify misschien eerst dan een keer, omdat dat de eerste laag is dat mensen zien. Jullie zijn Shopify Plus, waarschijnlijk allicht. Shopify Plus is gewoon de hoogste tier van subscription dat je bij Shopify kunt hebben. Wat valt er daar eigenlijk allemaal onder? Dat je verschillende stores dan ook kunt gaan implementeren onder die ene licentie? En daarnaast is dat vooral financieel en ook dat u een checkout misschien onder controle hebt. In zekere mate wel. Nu, maar het is voornamelijk voor de verschillende stores dat voor ons wel handig is. Want wij hebben momenteel 14 verschillende Shopify stores die elk een specifieke target market hebben. Dus we hebben een US store, een UK store. Frans, Duits, Australisch, Noors, noem maar op. Onze grootste markten gaan hun eigen store hebben. En dat is dan voornamelijk met de bedoeling om die een iets gelokaliseerdere ervaring te geven. Dus andere taal, andere currency, andere
betaalmethodes, andere shippingmethodes. Dus vandaar dat we die aparte shops hebben opgezet. Want daar haalde, voor mij dan toch een vrij interessant punt aan. Dat is natuurlijk een vraag dat wij heel veel krijgen, of dat heel veel brands mee in hun hoofd zitten. Van oké, stel nu dat ik inderdaad andere markten wilde gaan penetreren. Hoe doe ik dat? Moet dat met aparte Shopify stores? Heel vaak wordt dat met translation apps gedaan. Wat dat in het begin denk ik echt wel een goede setup kan zijn. Maar van als dat inderdaad echt een markt wilt gaan penetreren, dan ga je dat een beetje moeten aanpassen inderdaad naar de experience dat die mensen gewoon zijn. Dat kan inderdaad over taal gaan, over currency. Maar, correct me if I'm wrong, maar Shopify is daar nu heel veel voor aan het doen. Dus jullie zitten eigenlijk een beetje op een zogezegde verouderde setup, maar ik zou daar graag een beetje op inzoomen. Want wat ik er tot nu toe ook nog van gehoord heb, is dat er heel veel functionaliteiten die vroeger met apps en zo moesten gebouwd worden, eigenlijk een beetje native Shopify aan het worden zijn. Maar wat ik daar wel nog altijd een beetje mijn vraag bij heb, is de URL-structuur blijft denk ik zelfs in de beste setup binnen Shopify altijd één taal. Hè? Ja. Dus als je daar bijvoorbeeld naar SEO kijkt, naar lokalisatie voor een bepaalde markt, heb je toch nog altijd niet die mogelijkheid om echt een URL te gaan creëren voor een Duitser bijvoorbeeld. Dus is dat iets dat waarschijnlijk... Nee, en dat klopt. En dat zijn conversaties die wij intern meer en meer beginnen te hebben over multilanguages op verschillende, op dezelfde store. Om een voorbeeld te geven, op de US store, uiteraard Engels is daar de grootste taal, maar Spaans is daar bijvoorbeeld de tweede grootste in de US. Okay. We zijn die conversaties onlangs weer opnieuw begonnen, maar zoals gezegd, er zijn nog altijd limitations. Mm-hmm. Binnen Shopify, ze zijn daar heel veel werk voor aan het doen. Ik denk dat dat zeker... wij zijn daar zeker een grote invloed voor geweest destijds. Want zoals gezegd, we hebben een iets oudere setup nu. Maar dat komt omdat wij al die zaken toen we ze wouden, waren ze niet beschikbaar. Ja. Dus we hebben ze opgezet. En om ze nu direct ongedaan te maken en overop te gooien, makes no sense. Ja. We hebben op zich al heel veel workarounds gebouwd om het met 14 Shopify stores ook gewoon te managen. Ja, is en dat lukt. En dat lukt, ja, dat waren zeker uitdagingen, maar dat lukt, dat zijn nog altijd uitdagingen. Mm-hmm. Maar zolang dat het hele plaatje niet klopt bij Shopify, kunnen we niet gewoon heel de boel omsmijten. Nee, dat is wel. Nodigen zij u dan af en toe, jullie een keer uit, Gymshark dan as a whole, als je Shopify zijnde, top 3 klant, wil heel sterk groeien, zitten die vaak een keer aan jullie te vragen van, jongens, hoe moeten wij het hier nu eigenlijk doen? Is dat iets dat soms een keer naar boven is gekomen al? Ja, zeker nu, dat is op zich... Dus de relatie met Shopify is geen relatie die ik zelf manage. Dus we hebben daar eigenlijk... het team dat ik manage is vooral de backend systemen. Shopify is daar een deeltje van. Maar we hebben effectief ook een team dat echt Shopify is. En die alles op de front-end ook developt. En die hebben dan de relatie met Shopify iets meer. Ja. Nu, wij spreken sowieso jaarlijks af met de CEO zelf van Shopify. Dat is dan onze CEO, onze CTO, onze engineering director... puur om strategie te bespreken, de plannen voor de komende jaren. Dus dat gebeurt zeker. En ik denk dat er hier en daar in het jaar wel nog eens... contact. Ja, sowieso. Sowieso staan we in contact met Shopify. We hebben daar ook onze mensen op dagelijks, wekelijks basis. Maar dan echt zo met de grote pieten. Ja. Dus al jaarlijks of iets, misschien 2 keer per jaar. Zalig. Oké, dus jullie zitten nu op verschillende stores. Die payment method, kan ik me voorstellen dat dat ook wel een belangrijke is voor de mensen, om dat een beetje te gaan lokaliseren. Voor de rest, wordt dan eigenlijk alles vanuit al die verschillende Shopify stores naar NetSuite toe getrokken van orders. Maar wat vertrekt er ook nog vanuit NetSuite naar Shopify? Is dat ook de link die gelegd wordt, of wordt eigenlijk vooral, en dan spreek ik vooral over productinformatie bijvoorbeeld, leeft dat, wat zijn de sources of truth? Of de moeder databases, hoe zitten die zo'n beetje gesplitst dat mensen daar een idee van hebben? Voor productinformatie is het moeilijk om te beantwoorden, want we zitten met een redelijk geavanceerd ecosysteem nu. We hebben een PLM-systeem, dus een Product Lifecycle Management Systeem, Centric Software is dat platform, waarin dan ons productteam effectief de producten gaat gaan creëren. Die data wordt dan doorgestuurd naar NetSuite. Er is nog geen integratie tussen NetSuite en Shopify voor producten. Opnieuw, omdat we in 14 stores zitten, is dat moeilijk. Wat gebeurt er? Er wordt een download gedaan van NetSuite. Dat is een CSV. Ja. Dan wordt op een van onze staging stores worden die producten gecreëerd. Er moet dan af en toe wel nog wat content worden toegevoegd, zoals images of video's. Ja. En dan hebben we een intern gebouwde applicatie gebouwd om die data van onze staging stores eigenlijk te synken naar de 14
productiestores. Nu, daar zitten op zich nog altijd wat inefficiënties in. Vertalingen worden dan niet automatisch gedaan. Dus al die zaken worden in het Engels geschreven. Dus als het dan nog vertaald moet worden, moet dat wel nog manueel worden aangepast. Dus dat is wel een heel karwei nog. En allee, het zal misschien mensen verbazen dat dat zo inefficiënt nog is bij een bedrijf dat zo'n omzet draait. Maar dat is opnieuw, dat zijn pijntjes die groter en groter worden naarmate dat gegroeid. En dat is dan vaak niet hetgeen dat je eerst op moet focussen. Want er zijn zodanig veel branches die je moet plussen en dingen die je moet in orde brengen. Dat dat gewoon in je to-do-list komt te staan. We zijn daar wel, zeker sinds vorig jaar, op aan het inzetten nu. We zijn aan het kijken om een PIM-systeem te implementeren. We hadden ook een vendor gevonden. Niet de meest fantastische relatie ondertussen mee opgebouwd. Omdat ze ons iets beloofd hadden dat er direct niet gekomen is. Dus we zullen waarschijnlijk niet blijven verder werken met dat PIM-systeem. Maar het is iets waarop dat we aan het inzetten zijn. Omdat we zien dat dat een zeer inefficiënt proces is momenteel. Heel veel manueel werk. Ja, data kwaliteit die dan toch een beetje achteruit gaat. Accuracy is niet altijd zo hoog als we dat zouden willen. Dus. Is dat iets dat NetSuite of Oracle, want vooral duidelijkheid, NetSuite is van Oracle overgenomen geweest. Want NetSuite was op zich iets alleen. Klopt. Oracle heeft dat overgekocht. Zij branden het zelf zo'n beetje als een ERP voor middelgrote bedrijven, zeker in de US. Hè. KMO's in de US zijn al rap bedrijven die een paar honderd miljoen euro omzet draaien. Zijn dat zo wel de aim is voor NetSuite? Zijn zij daar dan niet mee bezig? Je vraagt me altijd af. Er is zoveel data die al leeft in NetSuite. Kunnen we dat dan niet ook nog verrijken met wat extra dingen? Ik weet bijvoorbeeld dat wij een paar van onze vertalingen wel in NetSuite steken om dan te pushen naar Shopify. Naar Magento. Maar dat is niet iets dat zij willen doen? Of Nee, maar ik denk ook dat... En dat is vaak een feedback die je krijgt van heel veel business users. NetSuite is geen systeem waar mensen graag mee werken. Nee, het is een systeem waar ze mee moeten werken, maar het voelt een beetje clunky aan. Ja. Het is niet altijd even snel. Het heeft geen mooie UI. Dus voilà. Mensen willen daar vaak niet mee werken. Als er dan een BIM-systeem op de markt is, dat alles super mooi weergeeft met mooie images, een zeer duidelijke UI, het voelt gewoon natuurlijk aan, super user-friendly, dat gaat dat heel vaak zijn, maar we willen gewoon dat. Ja, maar dat is niet wat NetSuite opeens gaat bouwen. Ze kunnen, en dat is het beetje van NetSuite dat we dat ook fantastisch vinden aan zo'n systeem. Je kunt alles bouwen in NetSuite. Ja. Je kunt het zodanig customizen. Dus willen wij daar voor elk product vertalingen ook in? Dan kan dat. Wij kunnen verschillende tabs maken in onze productpagina's om dan plaats te maken voor die... Maar waarom dat volledig zelf bouwen? Voilà, dat is waarschijnlijk... Voilà. En opnieuw, dat is dan niet de hoogste prioriteit die we hebben. Maar we kunnen zoiets doen, maar dan moeten we nog altijd de business overtuigen om NetSuite te gebruiken dagelijks, om daar al de info of al de data in te uploaden. Dus dat is een beetje een trade-off die we moeten maken, en dat is waarin dat we van aan het weg gaan zijn, want we hebben NetSuite geïmplementeerd in 2016, 2017. En opeens moest alles van onze business in NetSuite komen. Van onze supply chain, onze customer service, ons product supply chain. Echt alles. Ja, als management dan zo'n investering maakt, dan willen ze meestal ook van, omdat ze gehoord hebben dat dat kan, willen ze alles induwen. Want dat is dan één systeem waar alles gecentraliseerd is. En, Absoluut, maar je moet dan natuurlijk ook de resources hebben om al die zaken deftig te kunnen opzetten. En als je continu achter de feiten aanloopt, omdat je... altijd maar nieuwe dingen die erbij komen, om de business groeit, en het zijn nieuwe markten die we moeten doen, of nieuwe projecten, of nieuwe opportuniteiten. Ja, dan is het heel moeilijk om op een punt te komen waarin je eigenlijk alles een keer goed hebt gezet, om dan te kijken naar het volgende. Ik vraag mij altijd af, wat is uw droom zo een keer eigenlijk om te doen? Dus stel dat in diezelfde positie blijft als dat er nu zit, een keer gewoon 10 man extra aannemen, die de branches plust, en die de huidige operations, en hij die gewoon een keer op uw gemak heel die architectuur kunt hernieuw tekenen. Dat kan ik mij voorstellen dat dat wel zoiets is wat hij elke week een keer aan denkt. Ja, absoluut. En het is nu ook toevallig wat dat mijn rol meer en meer zal worden, is echt wel dat 3 tot 5 jaar plan vastzetten, dat we weten goed naar waar moeten we bouwen, en echt high level. Welk systeem gaan we nodig hebben voor dit proces? Ja. Waar gaan we NetSuite nog voor gebruiken? Waar gaan we het zeker niet meer voor gebruiken? Om dan een keer duidelijk te maken, zodat we een plan hebben om naartoe te bouwen. Want nu... Ja, is het allemaal zo korte termijn, dus het is 3-6 maanden vooruitkijken. En ze snappen dat belangrijk is om je daar echt uit te trekken dan? Ja. En ze gaan dat ook proberen accommodaten, dat je dat kunt doen? Ja, absoluut, want zelf in die mate dat mijn team zal gemanaged worden door onze SysOps manager, die nog altijd aan mij rapporteert momenteel,
En zij neemt eigenlijk het dagdagelijkse over met dat team. En ik ga dan veel meer op het, ja, op het planmatige, op de toekomstvisie. En hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Dat hij een kamer kan creëren dat heel de operations gaat uittekenen? Dan is dat online in Miro? Dat is een Lucid chart gebruiken wij. En dat is inderdaad gewoon, dat is vooral veel tekenen. Eigenlijk initieel vooral alle heading processen gaan uit. Tekenen, documenteren, met teams gaan praten over hun processen en kijken waar er inefficiënties zijn, waar er eigenlijk misschien zelfs volledige gaps zijn. En dan kijken naar welk stukje technologie kunnen we hier nu inplaatsen om dat probleem op te lossen. Ja. Maar zeker echt met het oog op van, vergeet alles wat er vandaag speelt, denk aan binnen 5 jaar, wat is het ideale ecosysteem? Ook al betekent dat we 90% opnieuw moeten bouwen. Ja, oké. En dus ze staan daar voor open, maar dat is wel straf. Hè? Ze zouden daar eventueel budget voor willen uittrekken, omdat ze snappen hoeveel efficiëntie gains, of van welke angle approach jij dat dan? Van, is dat een soort van ROI-berekening? Van, ja, toch gaat wel. Gaat dat zover? Maar dat zal dan eerder zijn naar hoe dat prioriteiten worden bepaald binnen Gymshark of binnen IT. Toen we dat wel, nu zeker, vroeger was dat minder, moet er een business case worden opgesteld voor dat specifiek probleem. Ja. Hoeveel kosten gaan we daarmee besparen? Hoeveel extra revenue gaan we daarmee genereren? En ja, het hoogste wint uiteraard in dat geval. Maar het plan is om alles te kunnen doen op een zeker moment, dat je het hele plaatje kunt bouwen. Ook al is dat onrealistisch, want het zal blijven veranderen. Maar het geeft ons iets meer direction om in te, om naartoe te werken. En daar gaan we daar waarschijnlijk over stoppen, maar wat dat er bij je op de drawing board ligt, is dat alles van e-commerce platform tot ERP? Of waar is de grens ergens? Of, binnen, dus ik zit zelf in het platformteam van Gymshark. Ja. Binnen dat team is alles. Okay. Voor mij specifiek is echt wel operations, supply chain, finance, al die zaken. We hebben 4 domeinen. We hebben product, dus alles te maken met content en onze productgeneratie in ons PLM-systeem. Dus dan operations, customer en employee. En employee is dan alles naar HR-tools en zo, dus applicatieplatformen. En dan customer is onze customer support platformen, ook onze data platformen, omdat er heel veel data van customers zitten in die zaak. Okay. Maar ja, voor mij is het focus op operations. Zo alles, en daar ken ik eerlijk gezegd niets van, dus het is vrij dat ik gewoon een keer wil staan dat ik er nu heb, maar zo alles van data-analyses, zoals AI en zo van die toestanden op die data die jullie genereren, want inderdaad, zoals je dat net zegt, uiteindelijk is dat wel relatief sick, wat jullie inderdaad van trends en zo zouden kunnen spotten. Is dat iets dat leeft, dat van belang is, dat je op inzoomt? Of? Ik denk dat dat in elk bedrijf tegenwoordig leeft. Ja. Dat is iets wat in principe nu voornamelijk in ons datateam zit. Daar heb ik zelf weinig mee te maken, maar ik weet dat we een machine learning AI team aan het opzetten zijn. In de eerste instantie zijn we al onze data aan het hoe moet ik het zeggen? Zijn we onze customer data aan het opvangen in één data lake, maar in een platform. M-Particle noemt dat, is ook een systeem, en die doen echt puur customer, dat is een customer data platform. Dus van alle soorten sources kunnen zij data opvangen en dan kunnen ze dat doorsturen naar wat je maar wilt. Jullie werken niet met eigen warehouses, hè? Nog altijd niet. Is dat iets dat op tafel ligt? Of is dat eigenlijk, wij bij Fully hebben dat redelijk snel gedaan, want we hadden natuurlijk wel maar 1 warehouse in Europa en een paar uit 2 of 3 in de US. Maar wij waren, denk ik, een 10e van wat jullie nu zijn. Of 5e. Waarom doen jullie dat niet? Wij zijn, daar is Gymshark in C mee gestart. Alles werd in-house gedaan van logistiek. Tot het moment dat ze zeiden van, dit gaat te snel, we kunnen dat niet volgen, we kunnen de mensen dat niet vervinden, we hebben niet genoeg opslagruimte. Zou jullie eigenlijk vertraagd hebben? Ja, we weten er niet genoeg over, dus vandaar zijn we dan gaan samenwerken met een Blackman, die daar wereldleider in is, of die marktleider in is in dat soort zaken. Die weet hoe dat ze kledij moeten opslaan, hoe dat ze kledij moeten verwerken, hoe dat ze kledij moeten shippen. Ze kennen, ze hebben contracten met alle carriers, alle belangrijke carriers, alle final miles. Dus ze hebben daar ook betere rates mee.
als een black man 100.000, en dat is veel te laag, maar 100.000 groeperen die volumes. Ja, voilà. En wij zouden zelf maar 10.000 pakketjes per jaar doen, dan heb je hogere prijzen die je moet betalen. Dus het makes sense om het te doen, omdat ze hebben de knowledge, ze hebben de kennis, en ze hebben gewoon, ja, het kostenplaatje is gewoon ook voordelig. Ja, dat is zo. Ik denk niet dat we ooit gaan terugkeren naar een model waarin dat we het zelf in-house doen. We hebben daar gewoon de kennis niet voor. Interessant. Dan misschien, jullie zijn een redelijke Black Friday generating business. Het komt eraan binnenkort, dus dat zal misschien al een beetje aan het komen zijn bij jullie. Dus dat is er 12 maanden per jaar. Ja, om daarop voor te bereiden. Dus, ja, ja. Wat is het komt bijna? Wat betekent dat voor jullie omzetgewijs? Inderdaad, op het team, wat voor volume peaks zien jullie? En hoe worden die systemen tot het top getest in die periode? Ja, dat is altijd de meest stresserende, maar wel altijd de leukste periode van het jaar. Is leven naar Black Friday toe en dan de campagne zelf. Om het in cijfers uit te drukken, en het verandert elk jaar, maar het is... We hebben meestal gebruikt is 100 maal ons dagelijks volume dat we te verwerken krijgen in een paar uur. Dus de projectie voor nu, voor de komende maand, is dat wij 750.000 orders gaan doen op de eerste 5-6 uur. 750.000 wereldwijd? Ja, wereldwijd. Dus net geen miljoen orders op een paar uur. Goed, wij doen op een normale dag doen wij iets van een 20.000 orders per dag of zo. Dat is al een goede dag. Dus ja, het is wel een serieuze... Het is een enorme verandering in wat je moet verwerken. En er zijn uiteraard gigantische uitdagingen die daarmee komen, die daarbij komen kijken. En het is vaak toch wel een beetje misschien een frustratie, omdat je zodanig veel tijd in het jaar moet spenderen aan klaar zijn voor Black Friday of klaar zijn voor onze summer sale, wat in principe qua volume juist hetzelfde is. Mm-hmm. En je bent eigenlijk de helft van het jaar bezig met alles omtrent schaalbaarheid en volume. En niet met welke leuke extra's kunnen we toevoegen, of welk proces kunnen we optimaliseren. Ja, want ja, het is zo, je zei daar juist van, NetSuite profileert zich als een ERP voor de KMO's, voor de middelgrote ondernemingen. Wat dat wij op zo'n moment 100% merken. Ja. Dat zij, we hebben enorm veel moeite om al die data te verwerken van zo'n Black Friday. Dus om daar even plastisch uit te drukken voor de niet-technische mensen, dat systeem kan daar niet aan bewijzen. Dat is een soort van debiet niet binnen kan. Er is inderdaad een bepaald debiet. En het beste wat we al bereikt hebben, is 40.000 orders per uur om dat te processen. Wat op zich al gigantisch is. Nu, dat kan nog hoger, wordt er verteld. Daar zijn we ook mee bezig met NetSuite achter de schermen. Maar 40.000 orders per uur, dat wil zeggen dat we voor die 750.000 orders dat we bijna 20 uur nodig hebben. Om alleen die eerste 5 uur te verwerken. 20 uur om dat in ons ERP te krijgen. Ja, en dat wordt dan ergens gebacklogged of even, dat staat er even geparkeerd in een of ander systeem? Of? Dat is zo, we krijgen de rauwe JSON-data, kunnen we in NetSuite krijgen. Alles in real-time. Mm-hmm. Maar dan moet dat is dan een ene grote JSON van 100 orders bijvoorbeeld, dan moet het dan ook opgesplitst worden in individuele JSON-rekkers, dan moeten die JSON-rekkers nog verwerkt worden om een effectief sales over te maken. En het is dat proces waar we tegen een beetje een muur lopen, dat er echt een debiet is. Okay. Dus dat is al één uitdaging. Nu, daar zijn we wel aan het werken met NetSuite om een iets efficiënter, een iets betere integratie op te zetten. Waarin dat we meer processors kunnen gebruiken van NetSuite. Maar die moeten we dan consistent, continu kunnen aanvuren. En daar moesten we intern nog van alles verbouwen. Dus nu, deze Black Friday, is eigenlijk de grote test. Want we gaan voor het eerst live gaan met onze nieuwe methode. En fingers crossed, hopelijk blijft alles overeind. Hoe lang zijn we dat dan al aan het testen? Nu, vol een bak load testen, zijn we toch al een maand aan het doen. En dus we daar die JSON's zitten maken en die proberen dat door te duwen? Wat we doen is, we gebruiken data van vorige Black Friday periodes, we halen die gewoon opnieuw op, cachen ergens en dan sturen we dat via artillerietesten naar NetSuite. En we doen continu diezelfde loadtests met dezelfde datasets. Om te kijken of dat er, als we bepaalde parameters een beetje veranderen, wat is de meest efficiënte setup?
Voel je daar heel veel begrip van NetSuite uit? Of hebben ze eigenlijk ook wel nog altijd zoiets van, it's your thing? Ja, je bedoel, of zijn die daar echt mee bezig? Ja, die zijn van, hey, we want to make it work. Die zijn daar wel effectief echt mee bezig. Dat is een conversatie die elk jaar ter sprake komt tussen ons en dan de VP's binnen NetSuite. Ja. We hebben nu ook sinds 18 maanden een extra partnership met NetSuite, met een ACS-team, dus een Advanced Consultancy Service Team. En dat is echt een dedicated team dat we hebben om whatever problemen dat we hebben op te lossen. En dan hebben we dit probleem naar voren geschoven van kijk, onze performance, onze throughput tijdens grote pieken, dat willen we beter. We moeten eigenlijk alles altijd binnen de 24 uur kunnen verwerken. En als we blijven verdubbelen, dan moeten jullie ook blijven verdubbelen. En zelfs het feit dat we zeggen binnen de 24 uur, idealiter wil je dat in real-time kunnen processen. Nooit. We weten dat er limitations zijn. Dus dan zijn we wel effectief in een... We hebben een groot engagement aangegaan met hen. Dus ook, we betalen daar redelijk veel voor, maar ze zijn er wel mee bezig dan om dat echt wel tot een goed einde te brengen. Ik vind dat wel zo sick op die schaal dat dat eigenlijk nog altijd dezelfde stressjes zijn. Allee, voor die bedrijven, like NetSuite ook, vonden ze dat echt een probleem. Ja, dat is absoluut. Echt iets moeilijks. Ze moeten echt naar die limieten en dat is echt van, fuck, wat gaan we eigenlijk doen? Hoe gaan we dat... Die klant dat we daar hebben in de UK, whatever, hoe houden we die in kunnen service? En dat gewoon niet allemaal plat valt, hè. Dat is gek. Hè. Want heb je ook problemen met de connectie tussen Shopify en Magento? Heeft die ook dat debietprobleem? Of is het eigenlijk vooral Shopify één keer dat... NetSuite. Shopify NetSuite, ja. Minder. Ja. Shopify heeft sowieso wel wat... beschermingsmiddelen om hun eigen databases te beschermen. Dus wat dat wil zijn is, zij gaan hun eigen throughput ergens kunnen deviëren. Ja, limiteren. Ze gaan niet gewoon alles, al de kraan openzetten. Mm-hmm. Dus je hebt er eigenlijk twee. Je hebt, een bottleneck eigenlijk bij de checkouts. Er kunnen maar 8000 mensen in de checkout zitten per minuut. 8000 mensen in de checkout altogether. En dat resulteert per store. Ja, per store. Ja. Dus dat wil zeggen dat als wij op zo van die Black Fridays zitten er honderdduizenden mensen op onze website. Ja, dus dan zitten er honderdduizenden mensen te wachten om in een checkout. Dus die zitten dan effectief in een queue. Nee. En die moeten dan soms een half uur wachten. Voordat zij... Dat is echt zo. Ja, effectief. Maar dat is dan voornamelijk op de grote stores, zoals US en de UK. Dat wordt op voorhand ook wel gecommuniceerd aan de klant, van kijk, je gaat vertragingen hebben om die en die reden. Ze hebben dan wel een timer en zo, dat ze kunnen zien hoe lang ze nog moeten wachten. Maar opnieuw, een van de grote frustraties is, je kiest je artikelen, gaat naar de checkout, je komt in de queue terecht, het is dan wel een FIFO-principe, dus dat op zich is dat wel eerlijk. Maar dan kan het zijn dat jij uiteindelijk na een half uur queuen, in de checkout komt en dat er gezegd wordt: een van uw items is out of stock. En dan moet jij dat uit je munch halen en moet opnieuw beginnen queue. Dus ja, zeer frustrerend voor klanten die op zich ook niet beseffen dat dat niet echt een Gymshark probleem is. Dat is iets wat Shopify op zich als de limit heeft. Maar dat is toch wel dan ook dat dat echt zo'n hard probleem is voor Shopify. Die man die krijgen dat dus niet opgelost, want dat is toch wel. Maar goed, dat verbetert zo jaar op jaar. Ja. Dat is, ik denk. 3 jaar geleden was dat 3000. Want dat zal super moeilijk zijn. Hè? Dus eigenlijk, alle credits aan Shopify, dat zal kunnen doen. Ja, ik denk dat is ergens in de database ook beschermen. Ja. Hè? Want je hebt dan nog een andere bottleneck, is dan als je order effectief door de klant betaald is, is er nog een delay waarin dat wij de data, de webhook, krijgen van Shopify voor dat order. Omdat dat gewoon allemaal nog aan het schrijven is naar een database. En dat gaat gewoon niet zo snel als dat je zou willen. Ja. Sick. Want wat ik daarnet eigenlijk ook vroeg, want Shopify wil ik ook weten, dus daar hebben we nu al op geantwoord, maar de connectie tussen die twee is ook mijn systeemje? Ja, niet Celigo, want dat is het meest gehoorde, platform dat gebruikt wordt. Nee, we hebben eigenlijk al jarenlang een partnership met Patchworks. Dat is een bedrijf in Nottingham in de UK. Die zijn eigenlijk bij ons gekomen van in het begin al. En wij zijn daar samen mee gegroeid. Die zijn gegroeid, we zijn veel sneller gegroeid. Dus we zijn nu wel op een punt waarin dat we Patchworks aan het
uit faseren zijn uit, ja, onze, uit ons ecosysteem. Maar goed, dat is ook een 2-3 jaar project. Zot, omdat die overal, die zijn niet gewoon de connectie Shopify en NetSuite, maar dat is alles. Hè. Dat is NetSuite naar WMS, mo, dat is NetSuite naar Rebound. Dat is elke integratie die ooit gebouwd is, dat is die hebben zij gebouwd. En sinds 18 maanden nu zijn we zelf intern een softwareteam opgestart en zijn we zelf die integratie aan het bouwen. Maar goed, die zijn zich al aan het focussen initieel op dat platform te bouwen, dus een service layer, om dan elke nieuwe request voor een integratie te doen. Dus ja, al die legacy integraties, die bestaan al, die lopen nog via patchworks, maar die gaan we ooit ook nog moeten vervangen. Hoe kijkt hij dan naar? Dat is wel de API-economy, hè? Tegenwoordig is alles met API's. Ja. Gaat dan meer en meer, denk ik, naar binnen getrokken worden, omdat die zo... Allee, je hebt al nog altijd een beetje een developer of een API-specialist nodig, maar... Die integratoren, hoe zie jij dat? Ja, even om een keer uit te zoomen, hè? Iemand die met zoveel ervaring gelijk u. Ja, jullie doen dat nu zelf dan, of willen dat zelf beginnen doen. Ja, die API's zouden normaal gezien, dat wordt zo gezegd makkelijker en makkelijker om dat allemaal te doen. Maar oké, het blijft sowieso wel uitdagingen. Well, het zijn een paar redenen voor. Eerst en vooral, het is risicobeperking. We willen op zich zelf controle hebben over die zaken. Ja. Momenteel, als er iets misloopt binnen Patchworks of we missen data, is dat voor ons een zwarte doos. Ja. Wij hebben daar totaal geen... We kunnen niet zien waar het probleem zit. Dus we hebben altijd met support engineers van Patchworks een ticket racen ook om te zeggen, maar kijk, we missen data, kunnen dan een keer fixen. En ja, zelf die controle hebben is frustrerend. Mm-hmm. En anderzijds is het ook, er is een visie van ons. Wij willen heel ons ecosysteem zo bouwen dat alles zoveel mogelijk in real-time is. Dus wij werken voornamelijk met event APIs, webhooks, alles gewoon vanaf dat er iets gebeurt, willen we die data hebben. Mm-hmm. Patchworks is veel meer REST API, is ja, we gaan nu een keer de data van het afgelopen uur een keer sweepen. Ja, en dat is om de 10 minuten of zo. Dus minder real-time, veel grotere batches van data. Dus eigenlijk een andere... approach. Ja, een andere approach. Voilà, inderdaad. Okay. Dus vandaar dat we wel zoiets hebben van we willen dat in huis brengen. We willen die visie die we hebben volledig onder controle hebben en zelf kunnen managen. Ik kan mij voorstellen dat dat ook nog een beetje aan het evolueren is. Hè? Dat zal meer en meer mogelijk zijn om dat real-time te doen. Vroeger was het waarschijnlijk gewoon niet echt mogelijk. Jullie willen dat op die nieuwe manier gaan proberen te implanteren. Hè? Je ziet daar de voordelen van. Exact, want er zijn heel veel systemen die dat zelf niet aanbieden. Event APIs of webhooks. Shopify heeft dat bijvoorbeeld wel, maar NetSuite heeft dat niet. Onze WMS-systemen van onze partners hebben dat ook niet. Die zijn daar ook naartoe aan het bouwen. Maar dat is nieuwere technologie. En... Ja, dus dat is wel zo'n beetje een shift die nu aan het gebeuren is. En hoe luider dat wij roepen en hoe vaker dat we erover roepen, gaat het ooit wel komen, ooit wel gebeuren. Oké. Okay. Interesting. Ik ben hier ondertussen een keer aan het kijken, want ik had natuurlijk wel vragen voorbereid. Ik wou eens nog een keer inzoomen, want dat is iets dat ik persoonlijk zelf heel veel gezien heb. Maar misschien weet jij daar iets minder van, want dat is wel finance, maar zo alle BTW-problematieken. Hè, dat is iets dat wij vroeger heel veel mee struggelden. Sommige luisteraars weten dat, zeker de mensen die in e-commerce zelf zitten. Hey, in Europa ondernemen, niet zo voor de hand liggend. E-commerce, sowieso schaalbaar, over internationaal. Hè. We hebben het in het begin ook gezegd, het is logisch als je denkt, als je webshop hebt, dat je wilt direct aan iedereen verkopen. Ja. Maar is het daar toch met wat dingen wat altijd tegenbotst? Want als je een bepaalde grens overschrijdt van revenue, moet je BTW-nummers aanvragen in die verschillende landen, ook afhankelijk van waar dat shipt en zo van die toestanden. Ja, hoe komt dat allemaal binnen de NetSuite? We hebben ooit met een Amerikaanse partij samengewerkt, Fully, dat was een bedrijf in Amerika. Voor hun was dat heel moeilijk om te verstaan, omdat ze dat niet direct door zouden gehad hebben dat dat zo moeilijk was en dat we altijd niet één gemaakte markt zijn eigenlijk op dat vlak. Mijn boekhouder zegt dat ook altijd, van mensen denken Europa, hè, it's one thing, maar als je meer dan 10.000 euro meer verkoopt aan B2C-klanten in Nederland, moet je eigenlijk een BTW-nummer hebben in Nederland en moet je al heel die cyclus, dus andere pricing eigenlijk, want inclusief BTW is dat dan exclusief BTW een andere price. Wij zaten dus met een setup dat we eigenlijk exclusief BTW in een bepaalde prijs in NetSuite hadden zitten en dat we dus eigenlijk moesten daarmee gaan schommelen om aan dezelfde juiste prijs inclusief BTW te komen in al die verschillende landen. Kunnen daar zo een keer iets over zeggen, over dat BTW-probleem bij jullie, hoe dat jullie daarop ingaan, welk probleem dat jullie daar hebben? Ja, je hebt het aangehaald. Hè. Het is, we hebben nu wel
specifieke teams die zich daarmee kunnen bezighouden. Dus op zich hebben we daar wel geluk. Maar we hebben dus een taxteam die rapporteert op die zaken van wat is onze revenue in Hongarije, wat is onze revenue in Roemenië. En effectief, als dat bepaald, boven een bepaalde threshold gaat, dan moet je inderdaad moet dat opzetten. Want ja, die invoices moeten dan correct gemaakt worden. Ik weet niet wat jullie... Maar ik weet niet of dat met terugwerkende kracht allemaal gebeurt. Dat denk ik niet. Maar qua invoices, wij geven de klanten een receipt. Maar geen invoice, dan niet. Voor klanten die in Noorwegen, Zwitserland of Australië, die krijgen een commercial invoice. Ja. Maar dat is dan meer voor de customs. Dat is geen customer invoice. Ja. Maar ja, het is sowieso een... Iets dat speelt bij alle e-commerce bedrijven, die zeker in Europa. Het zijn veel meer regeltjes, het is veel ambetanter en je moet het zeker goed bij hebben. Ja, exact. Ik denk dat we kraft gaan poseren eigenlijk. Als we goed kraft voor water refill kunnen doen. Nu, een onderwerp dat we nog niet echt volledig bekeken hebben, is alles qua stok. Hè, want jullie zitten op verschillende locaties, blijkbaar warehouses, en met al die verschillende stores in Shopify. Hoe is dat geregeld? Dat een product ofwel in stock is op een bepaalde store of net niet meer, afhankelijk van dat er een checkout geweest is op een bepaalde store. Hoe wordt dat allemaal geregeld? Ja, het is een vrij complexe setup. Het heeft allemaal, ik was daar juist ook bezig over die workarounds die we gebouwd hebben door sommige beperkingen die we binnen Shopify hebben. Een van die beperkingen is, zeker als je met verschillende stores werkt, dat elke store zijn eigen voorraad beheert. Op zich is dat misschien niet iets direct iets te denken van oké, waarom is dat een probleem? We hebben 8 magazijnen wereldwijd nu en 14 webstores. We hebben magazijnen die maar 1 webstore voorzien van stok en dat is easy. Dat is 1-op-1 relatie, daar is geen probleem. Maar zo hebben we ook een magazijn in België dat al onze kleinere markten dispatch, dus wij doen de fulfillment vanuit dat distribution center voor een 9-tal stores, de 9 kleine stores. Nu, en dan wordt het wel complexer als elke store zijn eigen voorraad begint te beheren. En wat we vroeger zagen is, wij hadden, stel je voor, in NetSuite hadden wij een product, een SKU, die had voor dat magazijn 1000 stuks beschikbaar. Dan moesten we die 1000 stuks gaan verdelen over die 9 stores. Dan moesten wij zeggen, kijk, de Nederlandse store krijgt 100 stuks, de Franse 200, de Duitse 300 en de hele kleintjes 50 of zo. Mm-hmm. Dat werkt. Zeker in sales, ja goed, die stok verkoopt wel, maar wat je gaat zien is, in de Nederlandse webstore bijvoorbeeld, kan dat product, die 100 stuks, kunnen die na 20 minuten uitverkocht zijn. Ja. Dat is zeer spijtig, want het magazijn dat de stok voorziet voor die store, heeft dan een stuk. Want de Franse en de Duitse webstore hebben bijvoorbeeld nog elk 100 stuk. En dat werkt misschien niet even goed. Voilà. Dus dat was iets wat we zagen. En zeker tijdens de piekperiodes zaten wij vast aan die initiële verdeling van stok die we gedaan hadden. Ja. Want wij konden niet opnieuw onze stok zinken, zolang dat al die orders niet verwerkt waren. En zoals ik zei, die orders duren soms 24, 48 uur om allemaal verwerkt te worden. En soms kunnen ze lang niet werken, want je wilt die stok eigenlijk in real time kunnen optimaliseren. Mm-hmm. Dus we hebben daar iets voor gebouwd. Intern, we spreken over onze inventory service. Dus ons voorraadsysteem. En wat dat doet is, dat neemt eigenlijk een snapshot van wat dat NetSuite voorop stelt. Als in, kijk, dit is de verdeling van de stok die we willen voor dat product voor die stores. Dus zoals ik zei, NL store misschien 10%, Franse store 20%, 30% voor de German store en dan 5% voor al de rest. Die snapshot laden we in AWS, we hebben daar die service gebouwd. En dan had hij ook in real time de order webhooks van Shopify processen, waardoor hij altijd in real time perfect weet hoeveel stok dat er in elke store is. En er gaat op een gegeven moment iets getriggerd worden, als er een bepaalde threshold bereikt wordt, waardoor dat hij zichzelf weer gaat resetten naar die optimale verdeling. Okay. Waardoor dat hij gaat berekenen, oké, de Nederlandse store heeft nog maar 10 units over, maar zou er eigenlijk volgens die vooropgestelde verdeling
20 moeten hebben, mm-hmm. dan gaat hij 10 stuks van de Franse store pakken en aan de Nederlandse store geven. Okay. Zodat we eigenlijk altijd voor een bepaald product, voor die 9 stores, altijd voorraad beschikbaar hebben. Dus dat is zeker iets wat ons enorm geholpen heeft, nog altijd, maar vroeger meer, omdat we 14 stores hadden, maar 2 warehouses. Nu hebben we 8 warehouses en veel van die warehouses zijn specifiek voor een bepaald territorium. Dus ja, vanaf dat wij een 1-op-1 relatie hebben voor al die stores, is dat een klein beetje redundant geworden, die inventory service. Maar los daarvan is het iets waar we enorm trots op zijn, dat we zelf ontwikkeld hebben. Mm-hmm. En dat toch wel significant veel extra omzet genereert. Ja, sowieso inderdaad. Als er iets out of stock is, dat net goed werkt. Want het zijn net producten die goed werken, die dan rap out of stock gaan zijn. Dus die echt wel een grote business impact kunnen hebben. Hoe lang hebben we daar dan aan gewerkt? Hoe moeten we dat dan zien? Dat is een project. Ik herinner me de eerste meeting die we daarover hadden, was in mijn tweede week bij Gymshark. Dus het concept was toen al, werd al besproken, maar de tweede meeting was echt wel de kick-off meeting. Mm-hmm. De tweede week van die meeting was de kick-off meeting. En we hebben er toch wel... Het plan was om hem voor juni dan af te krijgen. Dus het was oktober toen. Om hem in juni af te krijgen voor onze zomer sale. Onze summer sale. Dat is niet gelukt. En we hebben hem dan pas helemaal afgekregen in het Black Friday het volgende jaar. Dus ja, dat was Black Friday 2019. Was die af. En sindsdien gebruiken we hem dagelijks. Dus niet enkel voor de grote... pieken, maar toch dagelijks zorgt hij dat de stok altijd gebalanceerd is over alle stores. Oh, hoe die warehouses, voor hen is dat toch ook niet zo gemakkelijk om die pieken op te vangen? Hè? Allee, is dat iets moeilijks in jullie samenwerking, dat ze eigenlijk zo zware staffing moeten voorzien voor maar bepaalde momenten in het jaar? Plus ook voor jullie customer service, is dat net wel super belangrijk? Allee, of voor jullie customer experience? Ja, in beide gevallen. Ja. Is dat vooral planning? Planning op het logistieke, dus met Blackman en Rachel, moeten zij weten maanden op voorhand wel ongeveer wat de grootte van die campagne of die sale gaat worden. Mm-hmm. Zij gaan een maand voordat de sale effectief van start gaat al interims beginnen opleiden. Die beginnen roteren, iedereen 1 dag per week, allee, dat er wel een team klaar staat. En dan gaan we van start op Black Friday. Daar zullen waarschijnlijk wel nog altijd nieuwe mensen zijn, want je hebt zodanig veel mensen nodig. Allee, in het magazijn schalen zij ook dus tot 3 keer de normale hoeveelheid mensen. Maar zelfs dan duurt het een week, 2 weken in sommige magazijnen om alles te clearen. Ja, is weg. Klanten moeten soms wel effectief 2 weken wachten. Wat dan normaal is, als je erover nadenkt. Ja, wat dan niet ongezien is, zeker Black Friday op Amazon heb je ook zo van die wachttijden. Ja. Nu, doordat we meer magazijnen aan het openen zijn wereldwijd, wordt het volume per magazijn kleiner. En hebben we eigenlijk, plus zitten we dichter bij de klant. Ja. Vroeger werden orders van de US uit België geshipped. De transit time is sowieso al een week bijna. Door in de US te zitten, is dat 1 tot 2 dagen. Dus we winnen er alweer 5 dagen. En customer support is juist hetzelfde. Wij moeten daar ook... dat was mijn volgende vraag. Intern, hoe schalen jullie op? Op dezelfde manier. Interim, temporary workers. Die worden ook... daar zijn we nu al mee bezig. Die worden nu al opgestart. Om het proces te leren kennen, het systeem te leren kennen. De scripts die ze moeten gebruiken. Wat ze kunnen doen, niet mogen doen. Om dan effectief met een team dat toch 2 keer zo groot is... Black Friday van start aan. En bovendien, met het feit dat we nu een kantoor hebben in de US, hebben we nu ook iets meer time zone coverage. Ja. Dus daar zit nu ook een team van een 50-tal mensen. Ik denk in Engeland in de 100-tal mensen. Ja. Ik denk dat we dit jaar ook een deel gaan outsourcen. Dat is wel een interessante eerste stap. Ja, dus de eerste keer dat we dat doen. Maar goed, dus mijn bedrijf dat daar ook echt wel gespecialiseerd voor is, die dat doet voor heel grote klanten. Opnieuw om toch die beter customer support te bieden, want ook daar waren de vertragingen wel significant. Klanten die tot 7 dagen moesten wachten om een antwoord te krijgen, omdat als je een pile 20.000 tickets is en je doet er maar 2.000 per dag en je krijgt geen antwoord binnen de 2 dagen, dus je stuurt nog een mail of nog een bericht via een ander kanaal. Dus de lijst wordt gewoon groter en groter. Dus we moeten daar proberen wel echt... we zijn ook met heel team ook moeten overschakelen van naar customer service. Gewoon, we waren toen maar met 7 of 8 of zo. We hadden natuurlijk allemaal onze eigen taak wel.
En dan was gewoon iedereen tickets nemen. Ja. Iedereen op NetSuite, iedereen e-mails typen. En dat was gewoon... Ja. Dat was sowieso ook het geval een paar jaar geleden. Mensen van andere departementen die kwamen... Geniaal, ja, lijken. Customer support uit de nood helpen. Hebben jullie dan zo'n moment dat na die Black Friday rush dan zegt van... Het is een keer een weekje wat minder. Van centraal geregeld, zo gezegd van Gymshark? Of, Ja, meestal is december en zeker rond de feestdagen wel een kalme periode. Het hangt er ook vanaf wie dat het vraagt. Ja, customer support gaat de backlash van Black Friday zo tot in januari voelen. Ja. Ja. Andere teams zullen waarschijnlijk wel nog andere drukke periodes hebben. Op bepaalde momenten voor IT is dat voor ons Black Friday afsluiten. Eind december is voor ons meestal kalm, maar begin januari is dat weer direct nieuwe projecten. Ja. Want april, mei moeten we opnieuw al kijken naar Summer Sale, de volgende piek. De learnings een beetje toepassen van Black Friday en direct voor de zomer klaarstomen. En ze komen verdomd snel naar elkaar. Onze Summer Sale nu was in juli, dat lijkt voor mij eergisteren. En volgende maand is het alweer Black Friday. En het gaat, voordat we het weten, gaat het januari zijn. Dan gaan we alweer denken aan Summer Sale. En het blijft continu in die mindset. Treadmill. Ja. Hoe was de impact van COVID? Allee, als je dat... Is dat goed verlopen? Is dat net meer geweest, want iedereen is beginnen sporten? Commercieel gezien voor ons ongezien goed. Toch zeker het eerste kwartaal van COVID, waarin dat er toch heel veel onzekerheid was. Mm-hmm. Dat we allemaal niet aan mensen die hun jobs gingen verliezen, dat we niet wisten, gaan mensen wel nog willen spenden aan... Ja, uiteindelijk, fitnesskledij, chillkledij. Dat moet niet, hè? Dat moet niet, voilà. Maar daar hebben we ons dan toch serieus aan mispakt, want... Ja, ik denk dat gewoon in het algemeen de e-commerce is gewoon enorm groot. Alle industrieën. Mm-hmm. Dus dat was zeer goed. Dat is heel goed gebleven eigenlijk heel lang. Nu, 18 maanden later, zien we misschien een beetje het tegenovergestelde effect van mensen die misschien, ik weet niet wat het is, maar misschien de retail willen steunen. Mm-hmm. En zitten we vaker toch iets onder onze forecasts. Mm-hmm. Ik weet niet wat die dan... te hoog waren bijgesteld. Het is wel zich weer aan het normaliseren. Oké, we hebben even een klein pauze gedaan om even iets te drinken, want we waren ondertussen al een uurtje bezig. Om even te hervatten, zou ik heel graag even over headless praten, dus headless commerce. It's all the rage. Als je een beetje zaken opzoekt of leest over front-end development, dan heb je dat wel al een keer over vallen. Dus ik wil gewoon een keer heel kort praten over wat dat voor ons betekent. Maxime kan misschien uitleggen hoe dat hij dat ziet, hoe dat hij de voordelen daarvan ziet, of dat ze daar bij Gymshark over aan het nadenken zijn. Om dat topic toch een keer aangeraakt te hebben, omdat iets is dat inderdaad zo wat red hot is in de world of commerce ook. Ja, het is iets wat wij ook, niet binnen mijn eigen team, maar binnen het front-end development team, dat er al enige tijd, dat ze er al enige tijd mee bezig zijn. Ja, concreet komt dat er eigenlijk gewoon op neer dat er bepaalde zaken of processen binnen het e-commerce platform, dus bij ons Shopify, eigenlijk ontkoppeld worden van platform Shopify zelf. Dus eigenlijk geïsoleerd worden. En door het zelf en anders te doen, of op een andere manier te doen, eigenlijk het beste eruit halen. Dus om een voorbeeld te geven, onze productpagina's worden niet meer op Shopify gehost. Waarom? Omdat al die images te moeten laden, dat duurt allemaal veel te lang om een productpagina te laden, als dat via Shopify gaat. Dus wat gebeurt er? Al die content wordt eigenlijk in Contentful geüpload. Dat is nu al zo? Ja, dat is al het geval bij ons. Dat wist ik niet. En dat wordt allemaal gecached, waardoor dat er eigenlijk, doordat die data gecached is, kunnen wij hier veel sneller laden. Dus voor de klant is dan veel smoother ervaring om te shoppen. Ja. Dat is één voorbeeld, maar een ander voorbeeld kan zijn bijvoorbeeld de checkout van Shopify, we hebben het daar juist al even aangehaald. Daar kun je weinig mee doen. Dat is de standaard checkout die Shopify aanbiedt. Maar uiteraard via API's kun je de klant wegleiden van de generic Shopify checkout naar een checkout page of pages die je zelf gebouwd hebt. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het
is het een beetje onttrekken van alle verschillende koppen die Shopify biedt en daar eigenlijk iets anders in de plaats zetten dan net iets performanter is. Ja. En daar Headless natuurlijk. Ja, wel, om daar ook nog even iets over te zeggen, van wat ik ervan versta, ik vind dat zelf iets heel interessant, dat inderdaad een paar maanden geleden zo op mijn pad is gekomen. Want wat dat daar zei van, dat cashen, gelijk hoe dat ik het eigenlijk zie en snap, en veel mensen zullen dat wel kennen, denk ik, die aan het luisteren zijn. Een CDN-netwerk is wat dat eigenlijk images voor een groot stuk op dit moment zijn, eigenlijk de grotere files, zo gezegd. Die worden eigenlijk close to the edge, close to the customer, op een server gezet. Echt fysiek, omdat dat dan beter is om die van op die servers die dicht bij jou staan, naar je computer toe te trekken. En wat dat hij daarnet, denk ik, zei, is dat je niet enkel niet meer de images op zo'n CDN zet. Dus wat dat eigenlijk gebeurt als je een webpage wilt krijgen op je browser, is dat eigenlijk die browser allemaal dingen gaat requesten, die allemaal op server staan, dat gaan bundelen, en dan je dat eigenlijk gaat doen. En dat is eigenlijk waarom dat een pagina moet laden, omdat hij al die verschillende elementjes moet gaan oppikken, en al die scripts die aan het runnen zijn, om dan een pagina te maken die voor u op dat moment relevant is. Wat dat eigenlijk een beetje doet, denk ik, met Headless, is dat je niet enkel die images op die CDN plaatst, maar eigenlijk die volledige pagina al gebuild hebt, en dat eigenlijk volledig op je CDN zet. En dat dus eigenlijk veel sneller de volledige samenstelling van je pagina op je browser komt. En als je in e-commerce geïnteresseerd bent, dan zul je inderdaad waarschijnlijk die cijfers ook al gehoord hebben over hoeveel dan potentieel zo'n efficiëntie-gain van load times impact kunnen hebben op je conversion rate bijvoorbeeld. Bounce rate, Dus dat is iets dat wel binnen Shopify heel veel gevraagd wordt ook aan ons. Van, kunnen jullie onze website versnellen? Op dit moment is dat eigenlijk relatief moeilijk, vind ik. Ik weet niet wat jij daar al van gehoord hebt, omdat je soms niet evenveel impact kunt hebben daarop, omdat dat inderdaad door Shopify gedaan wordt. En dat is eigenlijk wat dat in Headless voor een stuk kan oplossen. Is dat dus iets voor heel kleine brands? Ik zou eerder zeggen van niet, of geneigd zijn om te zeggen van niet. Omdat het daar nog die efficiëntie gains, dat is niet het grootste waar dat van wakker moet liggen. Je moet inderdaad eerst zien, denk ik, dat je een brand er staat en dan bezig zijn met optimalisaties ervan. En dat is voor mij in het optimalisatiekamp. Maar het kan wel echt een andere experience bieden. Want het is iets dat we allemaal kennen, zeker ook naar de mobile first. Ik weet niet, dat is wel een leuke vraag eigenlijk. Hoeveel mensen shoppen er mobile bij jullie versus desktop? Ik heb de cijfers ooit wel gezien. Het is veel. Ja. Het is echt wel 70% plus. Ik verschoot er zelf van, want ik ben zelf iemand die ik ook nog steeds koop op desktop. Ja, ik koop op desktop heel, heel weinig op mijn iPhone. Ja. Maar toch, 70%. En meer en meer omdat we nu ook een e-commerce app gebouwd hebben. Dus we hebben echt een app in de App Store die je kunt downloaden. Die zal toch binnenkort in alpha... Sorry, de beta is bijna afgerond. Die zal binnenkort volledig uitgerold worden. Ja. Dat is om die mobile experience nog beter te maken, omdat ze gewoon voelen van... straf. Dus dat is ook wel iets inderdaad dat dan dat headless gedoe een beetje kan oplossen als je echt heel veel mobile hebt. En je weet het allemaal, het is niet dat de connecties tot nu toe overal in de wereld al zo goed zijn dat je zieke pagina's kunt gaan heel snel weergeven. Bedrijven like Gymshark zijn ook mega afhankelijk van de foto's en dat in het algemeen een beetje zo is als je een eigen direct-to-consumer e-commerce brand hebt. Dus dat is wel iets interessants dat van een technisch perspectief iets vrij uitdagend is en tof is om naar te kijken. Trouwens, het is wel zo dat Shopify er nu redelijk veel voor aan het doen is. Ze hebben nu zelf een hydrogen en oxygen gelanceerd. Ik denk dat tegen het einde van het jaar er echt gaat zijn. Ze hebben het wel gezegd dat het gaat komen. Wat als eigenlijk zich volledig in die trend van headless commerce ook gaan smijten. Dus zij willen, dat is wel leuk om een beetje te voelen bij Shopify, dat ze niet zoiets hebben van, we willen dat eigenlijk niet. We gaan daar niet in meegaan. Gaan zij het eigenlijk available zetten, wel nog altijd binnen het Shopify-ecosysteem, maar dat het eigenlijk niet volledig in een ander systeem moet gaan bouwen, dat toch nog altijd binnen Shopify mogelijk is om dat te gaan doen op die manier dat we nu eigenlijk besproken hebben. Dus dat is wel iets tofs dat ook... Ja, het is sowieso een risico voor Shopify. Hoe meer klanten dat de headless gaan, hoe minder dat ze afhankelijk zijn van het hele Shopify-ecosysteem. En inderdaad gaat dan zo'n bedrijf, ik weet niet wat dat daarnet bedoelde met die checkout, maar checkout.com, is dat niet zoiets meer? Is dat ook niet iets UK, dat je volledig je eigen checkout kunt gaan customizen? En dat dan eigenlijk inderdaad in combinatie met je headless website, die dan eigenlijk ook meestal niet op Shopify is, dan ook een checkout kunt bieden.
Maar toch nog altijd, je moet ergens je producten hosten en hebben, ja. Die dan moeten getrokken worden naar die frontend. En dat is wel nog altijd vaak Shopify. En dat is ook wat Shopify natuurlijk op gokt. En dan zijn we misschien gekomen tot wel nog een leuke eventuele afsluiter. We zullen wel zien hoe lang we erop ingaan. Maar ik had gevraagd aan Maxime, we hebben er net al even over gesproken, maar zo wat juicy stories van Black Friday. We hebben daarnet al even over de grootte van de hoeveelheden en de nummers gepraat. Maar er zullen wel wat dingen gebeurd zijn, denk ik, achter de schermen, dat wel leuk zijn om een keer naar voren te brengen. Ja, het zijn niet altijd de meest mooie verhalen over misschien Gymshark of onze partners, omdat het toont gewoon aan hoe vaak nog dat er dingen mislopen bij van die gigantische campagnes. Het verhaal dat ik zelf alleen maar gehoord heb, ik was er zelf niet bij. Het is niet zo'n uitgebreid verhaal, maar Black Friday 2015 zaten we, net voor Black Friday, zaten we eigenlijk in de overgangsfase van ons legacy webplatform naar Magento. Heel die migratie was zo goed als afgerond en ging volledig uitgerold worden. Nu goed, ze hadden er niets beter op gevonden dan de uitrol te doen de dag voor Black Friday. Misschien achteraf gezien niet de beste keuze, want effectief op Black Friday 2015, goed, we spreken over volumes die nog veel lager zijn dan wat we vandaag hebben. Mm-hmm. Maar heel de website is gecrashed en is 24 uur lang plat geweest. En dan hoort je de verhalen van Ben, die bijna een week lang bij iedereen zich heeft moeten excuseren, bij al de klanten. En dat doet hij dan wel effectief bijna persoonlijk op elk bericht dat hij krijgt op LinkedIn of Instagram. Amai, of straf. Gaat hij hem echt gaan excuseren. En ja, het is als een gigantisch verlies voor het bedrijf. Nu, het verhaal dat ik zelf wel bij was, en dat was mijn tweede maand bij Gymshark. Dus dat was in 2018. Dus ik ben start in oktober en ja, de eerste Black Friday bij Gymshark was direct al na 6 weken bij Gymshark. Het is wel een grappig verhaal, maar niet zo grappig voor Shopify. We hadden uiteindelijk van alles gedaan om ons voor te bereiden op Black Friday. De forecast was bekend. Als ik het moet herinneren, ik denk dat we iets van een 250.000 orders gingen doen in de eerste paar uur. Goed, wij geven die cijfers ook door aan Shopify, aan NetSuite, om te zeggen, maar kijk, hier moet je aan verwachten. Goed, Shopify, onze CEO toen, Steve Hewitt destijds, stond in direct contact met de CEO van Shopify en zeg van kijk, 250.000 orders op een paar uur, gaat dat lukken? Shopify zegt, we hebben al veel erger gezien, throw everything you got at us, we're ready. Goed, Black Friday startte, UK time was al 7 uur, dat was een vrijdagavond, of nee, het was een maandagavond. Shopify was ready, hadden ze gezegd. Het is 7 uur, onze landingpage, onze passwordpage verdwijnt met een timer, alles gaat live. We zien op Google Analytics een aantal klanten omhoog schieten, 100.000, 200.000, 400.000, 500.000 op onze site. What? Ja. Wij beginnen dan allemaal te juichen in de office en opeens alles weg. Google Analytics crashed, Shopify crashed, alles plat. Dus ja, ik die daar 6 weken ben, die verantwoordelijk moet zijn voor de systemen, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik loop daar ook maar wat rond, zoals een kip zonder kop. Mijn manager destijds, ik heb hem nog nooit zo gestresseerd gezien, handen in zijn haren, ja goed. Uiteindelijk hebben we een uur plat geleden. Was het dan een mailen naar Shopify? Van, ja, kijk jongens, direct gebeld. Die waren ook wel online. Goed, nu wat bleek. Shopify had die volumes effectief al gezien. Die waren daar ook niet, hadden daar geen schrik voor. Maar wat was het verschil tussen ons en een andere klant van hen? Was dat al onze klanten reeds ingelogd waren. Terwijl dat anders waren dat allemaal guest checkouts. Bij ons waren dat allemaal klanten die ingelogd waren. En die op hetzelfde moment worden uitchecken. En daar hadden ze nooit op geloofd. Daar hadden ze nooit voorzien. Want dat is geen normaal online shopgedrag. Maar wij hadden onze klanten gevraagd om in te loggen. Of gezegd van, log je best al in. Want dan hadden ze sneller kunnen uitchecken. Dus ja,
Shopify is 2 dagen daarna direct overgevlogen. Is zich komen excuseren. Nee, echt? Ja, effectief. Zalig. De CEO zelf, CEO en CTO zijn overgevlogen om, ja, op zich. Dat is Tobi, die Lutke Tobi. Ik ken hem zelf niet persoonlijk, het was ook niet ik die in die meeting zat toen. Maar ja, het hele kost... Oh, ja. De loss of revenue toch even mogen aantonen, want een week, een uur lang niet kunnen verkopen op onze belangrijkste periode. Hoeveel klanten komen er dan niet terug omdat je gecrashed zit? Ja, dat is moeilijk om inschatten, want ze wel als zware discussies. We spraken over miljoenen en ze waren bereid om ons miljoenen te betalen. We hebben gezegd van nee, we moeten niets betalen, maar we moeten wel zorgen dat die partnership, dat dit niet meer gebeurt. En dat we werken aan deze partnership. Hè? Amai, straf. Amai, dat is wel echt sick verhaal. Mega leuk om te horen. Maar wat ik daar een beetje als buitenstaander dan van denk of een keer zo wil over nadenken, en ik heb dat zelf ook al gezien, wat je daar eigenlijk gezegd hebt over hoe dat details uitmaken. Hè. En mensen begrijpen dat, vind ik, heel moeilijk als je niet zo wat in onze sector zit. Zo van, allee, hoe komt dat nu dat dat misloopt? Ik bedoel, er zijn zoveel bedrijven waar dat zo gezegd dan vanuit klantperspectief allemaal goed loopt. Hoe is dat nu mogelijk dat dat bij mij weer verkeerd loopt? En het grappige is dat dat natuurlijk wel nog altijd allemaal mensenwerk is en heel hard afhangt van heel specifieke details. En waarom dat wij natuurlijk ook vanuit onze job zoveel moeten uitschrijven, denk ik dan, en mappen. Om zeker al die, ja, eigenlijk gaat het over edge cases ook voor een groot stuk, afgedekt te hebben. En dat is eigenlijk altijd, heel vaak moeilijk om in menselijke relaties, zeker als dat een keer buiten teams is, extern, om al die edge cases te gaan afdekken. En dat vind ik persoonlijk iets leuk, maar ook natuurlijk iets minder leuk aan onze job, is dat heel weinig mensen dat snappen hoe ingewikkeld dat eigenlijk nog kan zijn. Want we live in a computerized world and nobody gets it dat soms nog zo complex is. En van die verhalen die brengen dat wel nog een keer mooi naar boven, dat jullie draaien onder de miljoenen zou denken van dudes, you got it covered. Dat kan niet anders. Maar toch gebeurt het. Tuurlijk. En het is misschien ook wel een van mijn grootste frustraties. Is het onbegrip bijna bij de normale consument over... Ze zien dat het elders wel lukt op een goede website. Dus waarom lukt dat bij jullie niet? Jullie zijn zo'n groot brand. Maar sommige andere brands waar het altijd goed lijkt te gaan, hebben misschien nooit te maken met zulke pieken. Mm-hmm. En mijn manager heeft gezegd een paar keer per jaar, moest het volume dat wij draaien op Black Friday, moest dat ons standaard dagvolume zijn, dan zijn we een bedrijf dat 20 miljard omzet draait per jaar. En moet maar een keer zoeken in de e-commerce. Voilà, hoeveel zijn dat? Ik denk dat Nike en Adidas dat zelf niet doen. Ja. Dat zijn gigantische cijfers die wij moeten verwerken. Ja, ik snap dat dat een frustratie is. Langs de andere kant maakt u een job ook inderdaad boeiend. En maakt het ook waarom dat ze een figuur like u nodig hebben. Hè? Iemand die daarmee kan bezig zijn en die zich daarmee moet bezighouden en die al die dingen probeert toe te dekken. Maakt het spannend, maar ook soms keihard aan de kant. Het heeft een gigantische impact op de business. Hè? Absoluut. Dus voilà. Voor mij is het eigenlijk een beetje afgerond. Ik weet niet of jij nog iets wilt zeggen, vragen. Zijn jij available op Twitter, op LinkedIn voor eventuele vragen? Als mensen op LinkedIn mogen mensen mij altijd sturen. Gewoon Maxime Ossieur. Ik probeer de relevante berichten daar toch uit te filteren en op te antwoorden. Op Twitter zit ik niet. Ik heb wel een Twitter-account, maar ik zit er eigenlijk nooit op. En voor de rest, het enige wat ik nog kan zeggen is, onze Black Friday-campagne start 18 november 2021. Dus wees erbij en misschien ziet je zelf eerst wat het allemaal inhoudt. Ook al zal het voor de Belgen op de EU-store niet zo hectisch zijn, het zal allemaal eigenlijk wel vlot verlopen. Maar ik hoop het, hè. Anders is het wel heel grappig als je dat nu over zeggen. Super merci om langs te komen. Ik vond het zeer interessant. Het was, gelijk dat ik in het begin gezegd heb, mijn eerste podcast langs de hostkant van Dear Digital. Ik vond het super boeiend en ben zeer blij dat we u gevonden hebben om ermee over te praten. Het is echt een uniek bedrijf, een uniek verhaal. En ik vond het super tof. Merci. Dat is hetzelfde gevoel dat ik heb. Het was zeer leuk. Dus merci voor de uitnodiging. En wie weet, doen we nog een keer een opvolging. Zeker. Als je ofwel bij een ander bedrijf zit, ofwel bij Gymshark. Voilà. We'll see. Salutjes. Yo.